We hangen hier helemaal scheef. Holy shit! Oké, ik ben hier dus aan het sturen op de boot. Ja, moet je gewoon nu dat schip rustig halen. Oh. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Ik start de dag aan het strand, want ik wil direct gewoon een windfilter testen. Nu is er hier echt redelijk veel wind en ik hoop echt dat er geen wind te horen is op de camera. Want als dit het geval is, dan werkt mijn windfilter. Ik heb daarnet echt heel goed geslapen en ik stond deze ochtend op en ik besefte opeens terug dat ik mijn iPhone verloren ben. En dat is echt wel kut. Wie daar hem heeft gevonden, laat mij alsjeblieft iets weten, want je kan er toch niks mee doen. Ik ga hem waarschijnlijk gewoon laten blokkeren en je bent er gewoon niets mee. Je weet mijn code niet, er zit een barsten in het scherm. En ik ging die echt dinsdag terecht bij Philphone laten maken. Dus dat is echt super kut. In ieder geval, vandaag wordt een fantastische dag. Ik ben uitgenodigd om te gaan ontbijten op een zeilboot. En we gaan misschien ook een toertje doen als de wind goed zit. Dus dat wordt echt wel sowieso super vet. Ik ga alleszins nu richting daar. En we maken er gewoon een heerlijke dag van, zoals altijd. Let's go! Holy moly, dikke waggy. Woo! Nice! We zijn toegekomen in Katzand. Jullie zien het, we zitten hier aan de haven. Dit meisje is ook aan het vloggen. Hoppa, super nice. Het is hier echt heerlijk. We hebben allemaal pistolets gekocht, 20 pistolets. En we gaan ontbijten. Mag ik jullie voorstellen aan de kapitein? Kapitein. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Super vet. Welke boot is het? Hier daar, met de banken. Oh, nice. Dat ziet er goed uit. Oh, ça va. Ik stap hier gewoon zo op. Je hebt lange benen, maar dat is zo. Ja, eigenlijk. Ik ben wel. Hallo, ça va? Ja, ja. Ja. Hallo, Benoit. Ik heb ook veel gata's. Yo, Benoit. Oh. Hoppa, het ontbijt ziet er heerlijk uit. Deze guy is veel te gulzig, zoals altijd. Heb je honger? Ja, heel veel. Ik heb heel veel honger. Wat ga je eten? Pistoletje, maar ik weet nog niet welk. Ik geef jou een komkommer. Smakelijk. Oh. Dat is snapsen. Wij eten alleen maar gezond. Ja. Oh, wacht, er is al iets meer dan. Het eten was heerlijk en zoals jullie zien, we zijn net vertrokken. Ik dacht eerst dat ze die zeilen gingen opendoen, maar blijkbaar gebeurt dat pas eens dat je op het water bent. En nu zijn we gewoon met de motor aan het varen. Ik heb trouwens ook al iets geleerd. Hoe was het dan weer? Stuurboord? Stuurboord. Stuurboord en bakboord. Hoppa, super vet. Check de sfeer. Hey. Zelfde hond is mee. Die is de vorige keer naar schijnt ziek geworden. Maar voor een uurtje varen komt dit allemaal goed. Het is tijd om het zeil open te doen. Alle blauwe lintjes moeten los. Hoppa, dat is al eentje. Deze ook? Hoppa. En hoppa. Ik dacht dat we gewoon het gemakje gingen varen, maar we zijn hier letterlijk aan het knallen. We hangen hier helemaal scheef. Zijn jullie nog niet zeeziek? Nee, helemaal niet. Hopelijk gaat deze guy niet te ziek worden, maar het komt allemaal wel goed. Sowieso. De kapitein heeft alles onder controle. Zie je dat zo? Ik hoop het toch? Oei, oei. Oei. Oh, fuck. Nee. Ik wil straks ook een keer naar daar wandelen, maar met mijn camera in mijn handen is dat misschien iets te riskant. Mijn nieuwe camera mag echt niet in het water belanden. Het is wel heerlijk, ik geniet hier echt en holy moly, check. We zijn echt super schuin aan het gaan. Tikken! Wow! Go! Oei, dat zijn 7 plaatsen kwijt. Holy moly! Oh. Ja, dat is tegen! Damn! Dat is het. Ik dacht dat zeilen gewoon varen was op een bootje, maar iedereen is hier keihard aan het werk. Hier,
Je moet over dingen. Helemaal los. Helpen. Oké. Dit gebeurt er dus als we moeten draaien. Ja. Oké, ik ga dat testen. Ik ga dat testen. Als je het voelt, komt het naar buiten. Oh my god. Maar nu zit dat niet keer over. Oké, de boot is aan het varen en ik ga hier een rondleiding. Holy shit! Ik ga hier in de boot en naar schijnt word je hier rap ziek. Yo! Ik ga in de meest sketchy omstandigheden toch nog een rondleiding proberen geven. Hier hebben we slaapkamer nummer 1. Oh shit! Hier hebben we slaapkamer nummer 2. Hier hebben we een soort hoekje waar dan waarschijnlijk de kapitein allemaal codes moet invoeren. Hier hebben we de eettafel. Dit is de ober. Hey ober. Hallo. Hier hebben we een oven die kan schommelen. Want als je hier een normale oven zet, dan gaat hij waarschijnlijk kapot. Want de potten en pannen vliegen hier letterlijk in het rond. Hier gaan we over naar... Oh shit. Nog een slaapkamer en daar de wc. En ik kan jullie verzekeren mensen, dit is hier niet normaal. Dit schommelt volle bak. Ik denk als je hier een half uurtje in zit, dat je echt gewoon helemaal ziek wordt ofzo. Damn, we gaan terug naar boven. Oh shit. Shit. Oh. Oh. Dat is hier, ja. Voor deze is dat gevaarlijk. Voor de wie? Oeh. Die rent er goed, hè? Amai. En nu komt dat terug. Nee, jij moet sturen, hè? Ja. Jij moet gewoon nu dat schip rustig halen. Oh. Holy moly. Dat is niet veel wind, maar veel wind. Dat is met een kop over. Oké, ik ben hier dus aan het sturen op de boot. Ja. En ik neem even mijn camera. En het loopt verkeerd. Holy moly. Oké, hier. Ik ga beter niet filmen en sturen. Ik heb dus net leren met een boot varen. De kapitein heeft me hier echt perfecte instructies gegeven. En ik kan jullie verzekeren, het is echt leuk. Het is echt super leuk om gewoon zo'n grote boot daar gewoon macht over te hebben. Dat is echt super leuk. Oh. Hij beheerst de zee en de wind. Zeker. Wel nog vermoeiend aan mijn armen. Stel nog in, hè? Ah, is dat daar? Ja. Ah, daar is een boei. Oei. Ik heb eigenlijk op een andere boei gevoerd. Oei! Oké, wappa, we zijn toegekomen en ik wil jullie allemaal bedanken voor ons uit te nodigen. Ja, sowieso. Allee. Super top. Ja. Dankjewel, tot nog eens. Salut, tot de volgende sowieso. En de volgende keer ga ik blijkbaar helemaal naar boven op de mast. In zo'n speciaal stoeltje. En erachteraan. Dat gaan we de volgende keer doen. Bij de hoeveel likes? Bij de 2000 likes kom ik de volgende keer en ga ik helemaal naar boven in een soort stoeltje. Dus dat wordt echt super gek. Mag er 500 likes van? 500 likes. Oké, 500 likes, sowieso. Super vet. Ik kom hier net uit de jachthaven en jullie zien het zicht hier is echt ook super mooi. En deze homie sprak me aan en die wil de shout-out geven. Ik wil een shout-out doen naar Louis Duchy. En ja, dat is eigenlijk door hem heb ik eigenlijk Bunny Vlogs leren kennen en ja. Alright, super vet. En kijk je elke dag? Ja, zeker. Yes. Geniet nog van het goede weer. Dank u wel. Boom. Ciao. Ciao. Ik heb echt een super mooie fanmail gekregen. Check dit. Super vet. En ik heb hier mijn favoriete snoep ook gekregen. Dat is echt heel nice. En ik heb super goed nieuws. Mijn gsm is terug. En mijn gsm ligt achter de balie in het jeugdhuis.
Ik had dit bericht op Facebook geplaatst en de homie Thibaut heeft hem achter de balie gelegd in het verzet. Dat is echt gewoon super chill. Ik ga nu naar daar mijn gsm gaan halen, want maandag en dinsdag is dat daar allemaal gesloten. Dus we gaan dit doen en waarschijnlijk nog een sessie op het skatepark, sowieso. Maar eerst deze hamburger opeten. Hoppa. Holy moly. Check die auto, mensen. Wat een vette bak. Damn. Een RS6. Fuck yeah. Dat is echt wel heel hard. Super vette velgen. Ik ben alleszins op weg richting het skatepark. Want daar in het jeugdhuis, het verzet, kan ik mijn gsm gaan ophalen. En ik ben echt zo blij, want ik had geen zin om een nieuwe gsm te kopen. Daar had ik echt gewoon geen zin in. Dus ik ben stoked, sowieso. We gaan waarschijnlijk ook nog een beetje op het skatepark BMX'en. Het was een mooie dag, dus we gaan het ook gewoon mooi afsluiten, sowieso. De mensen van het verzet, die wisten echt gewoon van niets. Dus ik moet dinsdag terugkomen, want dan is de verantwoordelijke er. Zoals jullie zien, de vuilbak zit helemaal vol. Dus eigenlijk zou er hier nog ergens een vuilbak moeten komen, want het is hier echt heel druk. En kijk, er ligt hier echt al overal afval. Hier ook allemaal afval. En je kan het ook gewoon de jongens niet kwalijk nemen, want er moet gewoon een extra vuilbak. De vuilbak is vol. En deze bank is ook een beetje storend, want hij staat een beetje te dicht hierbij en hierbij. Deze zou eigenlijk een beetje naar achter moeten en er mogen echt nog een paar banken komen, want de vorige keer, eigenlijk zouden al die banken gewoon hier moeten komen en misschien dit een beetje rechter trekken of zo. Ik weet het ook niet, maar iedereen zet zich altijd gewoon hier, hoppa, legt zijn rugzak hier en dan gaat hij gewoon gaan skaten. Maar het probleem is, je kan dan niet grinden en dat is eigenlijk echt een heel vet toestel, maar je kan ook echt je skateboard en je rugzak niet in de aarde leggen. Dus daar gaan ze nog een keer moeten voor kijken. Ik ga een mailtje sturen of zo naar de gemeente, want dit moet wel opgelost worden. Ik weet nu al dat er klachten gaan komen voor afval, maar als er geen vuilbak is, dan kunnen ze het moeilijk allemaal opkeuzen. Ik zie nu net dat er daar wel een vuilbak is, dus ik ga voorlopig al dit afval toch verzamelen en in de vuilbak gooien. Maar ze moeten echt kijken voor een veel grotere vuilbak, want dit is echt veel te klein. Dus we moeten echt weer een mailtje sturen of zo. En één zetbank, natuurlijk is één zetbank niet genoeg. Ik ga alleszins nu fietsen, lekker genieten. Ik ben helemaal alleen op het skatepark en dat is echt gewoon zalig. Echt een super chille sessie. Ik heb er echt van genoten. Het was zalig om dit skatepark helemaal voor mezelf te hebben. Ik begrijp ook niet dat ik hier de enige ben, maar blijkbaar op zondagavond zijn er niet veel mensen dan nog komen skaten, BMX'en of steppen. Zoals jullie zien, de lucht ziet er super vet uit, maar het ziet er ook echt wel uit dat het elk moment kan beginnen regenen. Dus we gaan zo rap mogelijk naar huis. Ik heb ook het skatepark opgeruimd. Opgeruimd staat netjes. En ik heb gewoon alles in de vuilbak daar 20 meter verder gegooid. Dus als jullie dit zien, gooi de volgende keer je afval gewoon in de vuilbak 20 meter verder. Als die vuilbak vol is, dan gaan we er gewoon echt ook iets moeten aan doen. Want één vuilbak is niet genoeg voor een skatepark. Er moeten sowieso meer vuilbakken komen. Maar we fixen dat wel. De gemeente brengt dat sowieso in orde. Maar gooi je afval dan gewoon in het verzet of zo. Of leg het ergens aan de kanten. Maar zomaar hier random gooien, dat komt niet goed. Er gaan klachten komen en misschien gaan ze dan van die domme maatregelen treffen. Bijvoorbeeld de lichten niet meer aanzetten of zo. Dus we gaan gewoon het skatepark netjes houden, sowieso. Ik ga nu naar huis, want het begint letterlijk, denk ik, binnen 10 minuten te regenen. Let's go! Ik heb me net heerlijk gedoucht. Ik heb echt nu al zin om te gaan slapen. Maar we moeten nog eten. Oh, zo op een zeilboot zitten en varen, dat sloopt eigenlijk echt je energie.
Ik had dat totaal niet verwacht, maar zeilen is echt iets nice. Ik hoop dat we binnenkort nog een keer gaan zeilen, want die guy had echt een mega vet plan om mij zo in een stoeltje te zetten. En blijkbaar kan je dan gewoon super hoog gaan, zo hoog als de mast. Dus dat komt er sowieso aan. Ik kan jullie niet garanderen wanneer, waarschijnlijk niet meer dit jaar, maar waarschijnlijk volgend jaar. Ik ga nu kijken om iets lekkers te gaan maken voor te eten. Let's go. Het was vandaag echt een super chille dag. Ik heb me echt geamuseerd. De zeiltocht was echt ongelooflijk vet. Ik begrijp echt waarom dat die meneer ook zo gepassioneerd was door zeilen. Dat is echt gewoon een sport. Als je zo stuurt en dat zeil beweegt. En je moet dat gewoon allemaal in de gaten hebben. Er zijn zo verschillende regels. Je moest ook zo naar boven kijken. Naar zo'n windrichting en al. En het is gewoon iets echt vet. Zeilen is echt nice. Zeilen is ook moeilijk. En dat is echt super top. Om daar gewoon de helft van de rit het stuur in mijn handen te krijgen. En instructies te krijgen. Ik denk dat ik nu eigenlijk echt ook veel geleerd heb. Zonder dat ik het eigenlijk echt besef. Het was echt een super vette dag. Ik ben ook super blij met de tekening. Een dikke shout-out naar Valentin. Sowieso. En ja, ik ga nu lekker slapen. Ik ben echt blij dat mijn GSM terecht is. Maar ik ben wel niet blij dat ik hem nog niet in mijn handen heb. Ik moet maandag wachten, want de jeugdclub is niet open maandag. En ik kan hem pas dinsdag komen ophalen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de support. Bedanken voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.